Heeft iemand zin om mee te doen aan deze wedstrijd? Iedereen is welkom. Behalve jij. Ga hier weg. Goor. Wauw, nu gaat het ergens over. Hier is die auto. Maak u zich geen zorgen, mevrouw. Ik kom eraan. Hier ben je. Kijk uit waar je loopt. Ah, die rit duurde een eeuwigheid. Ik zou vereerd zijn als je een flyer zou nemen. Ga. Wat is dit? Een uitnodiging voor een tekenwedstrijd? Nee! Waarom moet er eigenlijk wind zijn? Er is hier niets. Oeh, wat is dit? Een tekenwedstrijd? Oh, bedankt. Geef dat aan mij. Kijk wat je hebt gedaan. Het lijkt erop dat ze allebei gaan. Oké, zijn we klaar om te tekenen? Laten we opwarmen met een regenboog. Een regenboog, hè? Dat is pas een warming-up. Ik weet het. Mijn tas met spullen kan eindelijk van pas komen. Even kijken. Hey, kleine man. Brave jongen. Dit zocht ik. Klaar voor wat magie? Kijk hoe deze kleuren veranderen in een hele regenboog. Ik moet gewoon een paar klodders maken. Zo. Klaar. Nou, bijna. Mooi hoor. Laten we dit ding aan het werk zetten. Is dit bevredigend of wat? Het draait allemaal om werken met wat je hebt, mensen. Zo. Oeh, dat is een beetje rommelig. Trek nu alle tape eraf. Er gaat niets boven een schone, vloeiende lijn. Nou, maak daar 3 vloeiende lijnen van. Ah, klaar. Bedankt voor je hulp. Best indrukwekkend, hè? Het ziet er goed uit. Ik kan dit. Hallo? Moet ik het allemaal zelf doen? Zo, mooi. Ga weg. Ik heb ruimte nodig om creatief te zijn. Interessant. Duidelijk. Iedereen kijk en leer. Mooi al die kleuren, toch? Wacht maar tot je de volgende stap ziet. Zie je, soms ben ik ook aan het werk. En als dat allemaal klaar is, blijft er prachtig regenboogzand over. Kijk naar die levendige tinten. Tadaa! Dat was eigenlijk best vet. Oh, ik ben nog zeker niet klaar. Het is net een klein dansende regenboogman. Geef het een beetje persoonlijkheid, vind je niet? En? Ze zijn allebei interessant. Daarom zijn jullie beide winnaars. Oh, prima. Gaat hij ons onze uitdaging geven of wat? Gadget. Begrepen? Een gadget? Huh? Oh, ik weet het al. Ik ken iemand die kan helpen. Ah, daar is hij. Hij is zo schattig, toch? Maar ik kan wel wat aanpassingen maken. Dat is goed. Laten we maar aan de slag gaan, toch? En start. Ja, doe ik. Zie ik wat ik denk dat ik zie? Ja, hij is geweldig. Ik weet het. Begin maar met tekenen, kleintje. Maar aangezien elke artiest een beetje inspiratie nodig heeft, is dit de jouwe. Denk je dat je een kleine kat aan kunt? Geen probleem. Je kunt altijd op dit ding vertrouwen om de perfecte cirkel te maken. Herken je dit ding al? Geef hem een minuutje. Hij komt er wel. Kijk naar al die perfecte lijnen. Wat? Ik keur het niet goed. Kunnen robots überhaupt echte kunst maken? Het lijkt er wel op. Ah, weg. Ziet er wel klaar uit. En uiteraard is het perfect. Zie je? Nou, ik kan dat ook. Ik heb alleen de juiste vormen nodig. Laten we eens kijken.
Nog een klein beetje monteren en voilà! Gewoon een stukje plastic en een foto op je telefoon. Poef! Je kunt het traceren. Best inventief, niet? Vindingrijk zijn werkt altijd. Bijna klaar, hij wordt best schattig, ik denk. Suf, dus wie is de winnaar? Om voor de hand liggende redenen, Naomi! Echt niet? Blijkt dat creatief zijn de beste keuze is. Stomme robot, jij hoort in een vuilnispak, hoor je dat? Nee, jij bent het vuilnis. Wat? Heb je iets voor me getekend? Moet dit grappig zijn? Technologie heeft me in de steek gelaten vandaag. Nou, wat nu? Hallo daarboven. Oh, natuurlijk. De volgende ronde is origami. Pew. Origami? Oké. Gelukkig heb ik altijd papier bij me. Grapje, mijn butler gaf het aan me. Ik heb liever papier dat echt iets waard is. En goud is nog beter. Alsjeblieft. Wow, is dat echt? Ik kan beter aan de slag gaan. Oké, daar gaan we. Het wordt hier heet. Wow, het werd goud. Maar waarom daar stoppen? Daar ga je. Oeh, oh god. Yep, het is zeker gelukt. Fantastisch. Mwah. Mevrouw Betty, bedankt chef. Dat is zo oneerlijk. Ik vraag me af of ik nog wat papier heb liggen. Het is geen goud, maar het moet maar. Klaar om wat magie te zien, jongens? Oef. Dat papier is zo gekreukt. Hilarisch, ik weet het. Maar ik kan dingen omdraaien. Ik kan het gewoon niet te lang laten staan. Net als nieuw. Het zal wel. Ik heb andere dingen om me zorgen over te maken. Slechts een paar voorzichtige vouwen en dit ziet er ongeveer uit als een stuk papier. Teken hier gewoon een paar markeringen. Het ziet er nu vreemd uit, maar uiteindelijk zou het allemaal logisch zijn. Herken je het al? Het is het mooiste meisje ter wereld. Huh? Even geduld, ja. Ik heb hier nog een paar lijnen. Nu hetzelfde aan deze kant. Blijf gewoon flappen opvouwen en de lege plekken erin tekenen. Daar, klaar. Als jij het zegt. Kleur, alsjeblieft. Nu kan ze dansen, zie je? Ik kan al haar ledematen laten bewegen. Ha! Daar kan ik niet tegenop. Of toch wel? Maak gewoon een opvouwbare bovenkant en nogmaals in de andere richting. En blijf helemaal naar beneden gaan. Trek hier dan een rechte lijn. Houd het dan zo naar beneden. Sluit het dan zodat het een vierkant is. Kun je al zien wat het is? En hier teken je een klein konijntje. Hoe schattig is dit ding? Kom op! En hij heeft een kleine berenvriend nodig. Schattig toch? Vergeet niet om dingen in te kleuren. Oranje en blauw knallen altijd. Tijd voor onze dierenvrienden. De kleuren brengen ze echt tot leven. Nog één laatste toevoeging. Vouw het papier vervolgens weer naar beneden. Tada! Helemaal klaar. Dit is lastig. Maar die ballerina... Jij wint! Maar hoe zit het met mijn schattige creatie? Mijn crush heeft me geïnspireerd. Ik hoop echt dat hij dit waardeert.
Daar gaan we. Hoe is het, David? Cool, wat heb je geschreven? Ja, ik weet wel wat. Wees maar stil, mijn hart. Laten we eens kijken. Mijn boeken. Sorry, laat me je daarmee helpen. Oh, zo zacht. Aha. Wauw. Mijn boeken? Oh, ja. Dus, ja. Bedankt. Ik denk dat ik verliefd ben. Wacht, nog één keer omkijken. Ja, deze jongen heeft echt iets. Oh, dat zou ik zeggen. Er gaat niks boven je liefje herinneren aan het moment dat je elkaar voor het eerst zag. Het moeilijkste deel is gedaan. Mooi hoor. Wauw. Ik herinner me dit. Wat een schat. Ik hou van je liefje. Het voorbereiden voor je kunstproject is ook een onderdeel van het proces. Een rommelig proces, dat wel. Hoe dan ook, tijd om dit idee om te zetten in kunst. De eerste lijn is altijd de beste. Voeg hier een beetje blauw aan toe. Het komt echt samen. Of toch niet? Dit is verschrikkelijk. Nee, gelukkig heb ik veel meer papier. Oeh, wat glad. Dit is nog erger dan de eerste. Ugh. Kom op, focus. Dit meen je niet. Waarom kan ik geen stomme bloem schilderen? Oké, blijf kalm. Diep inademen. Ik kan dit. Daar gaan we. Rustig. Achoo! Dat was jammer. Maar wacht eens even. Wat een interessante vorm. Hier kan ik wel wat mee. Door je penseel op verschillende manieren te gebruiken, kun je super unieke ontwerpen maken. En in mijn geval, bloemblaadjes. Als je helemaal rond bent gegaan, voeg dan wat groen toe voor de bladeren en stengels. Zie je hoe het allemaal samenkomt? Voorzichtig zal het lukken. Je kunt zelfs deze twee toevoegen. Het vult de ruimte heel mooi. Ik wist dat ik het kon. Wauw, heb je dit helemaal zelf getekend? Deze is voor jou, Annie. Ik heb veel meer te creëren. En deze keer kies ik voor een geheel nieuwe aanpak. Maar maak je geen zorgen, we houden het nog steeds op hetzelfde thema. Zie je hoe deze streken de bladeren echt tot leven laten komen? Wees maar niet bang om je tijd te nemen. Je kunt zelfs gras maken, zie je? Maar het volgende deel wordt een beetje ingewikkelder. Ik kan wat puffy verf zoals deze gebruiken om nieuwe leuke texturen te creëren. Met een ballon. Hoe chill was dat? Gebruik het nu als een stempel. Zo krijg je super toffe, unieke bloemen. Vergeet deze niet. Cool, toch? Geweldig. Wat vind je ervan? David, hoe ben je daar eigenlijk opgekomen? Mijn geheime ingrediënt. Deze foto is echt vrolijk. Goed genoeg om in te luisteren. En waarom daar stoppen? Ik heb alleen een beetje inspiratie nodig. Juist. Wat zei je? Oh, Suzanne, wat erg. Ik weet het niet. Pardon? Mijn papier. Oh, sorry. Oeps. Kijk wat je hebt gedaan. Het is verpest. Hey, kan ik je wat laten zien? Ooit gehoord van een gelukkig ongeluk? Dit is er een van. Wow. Ik?
Ja, je kunt ook verschillende maten proberen. Geweldig! Daar gaan we. Hoeveel denk je dat er hierin passen? Zoveel als je maar wil. Dit wordt te gek. Je kunt bijna alles gebruiken. Zolang het maar rond is natuurlijk. Denk je dat we al genoeg hebben gedaan? Het ziet er best cool uit, toch? High five! Mijn kleine kunstenaar. Oké, deze plek ziet er goed uit. Ja? De bomen, de natuur, alles wat je nodig hebt. Tijd om te knallen. Komt-ie! Ik weet het niet. Wat? Hey, stop met naar de mijnen te kijken. Het zal wel, prima. Ik ga wel hierheen. Wat zal ik eens verven? Bingo! Wat een schatje. Ik hoop dat David hem niet heeft gezien. Ik zag hem als eerste. Mogen de beste vogelschilder winnen. Een paar technische kloppende cirkels maken het verschil. Je moet alleen weten waar je de lijntjes moet toevoegen. Mooi, toch? Maar met dat kleur zal het echt knallen. Geel is zo'n vrolijke kleur, toch? Het is perfect voor zo'n vrolijk pentje. En wat dacht je van wat groen? Zo'n rustige tint. En ik voeg nog wat blauw toe voor een echte tractatie voor de ogen. Eerste randen doen is altijd het beste. Het maakt het echt af, nietwaar? Bijna klaar. Nog een paar kleine aanpassingen. En zo doe je dat, mensen. Een echt meesterwerk, toch? Ja, ik ben best tevreden. Wat is dat? Ik had gewoon een extra hand nodig. Blijkt dat een hand alles is wat je echt nodig hebt. Nou, dat en een paar strategisch geplaatste stippen en lijntjes. Zie je het gezicht van de vogel al? Maak je geen zorgen, je zult het zo zien. Deze takken zouden het moeten weggeven. En hier zijn zijn schattige voetjes. Een beetje groen? Ik vind het vrij rustig. Zie je de vogel nu? Ik ben gewoon zo creatief, vind je niet? Nou, als je het echt wilt zien, niet te slecht. Oh. Ik denk dat we allebei best goed zijn. Zullen we het aan de leraar vragen? Serieus? Ik hoop dat alles goed met hem gaat. Lijkt alsof hij gewoon aan het slapen is. Hé! Hey! Oeh! Jullie zijn helemaal klaar, hè? Ah, goed werk. Geef me nu nog 5 minuten. Oké dan. Ik heb iets nodig dat sommige hoofden zal doen draaien. En ik weet precies wat het is. Complimentaire tinten voor de overwinning. Maar het mist nog steeds iets. Maar wat? Ugh, deze bal is zo slap. Wow, dat ding verbaast me, mama. Oh, niet nu. Oké, je hebt nog veel verf over. Daar kan ik lekker mee spelen. Dankjewel. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Oké, ik zal een klein beetje proberen. Hé, waar is mijn verfpalet gebleven? David, ben jij dat? Sorry? Kijk, ik heb dit gemaakt. Ik noem het vijverwater. Oh, ik weet het. Jij wil sminken. Probeer het eens, David. Wow, nog een keer. Leuk, hè? Dat kun je wel zeggen. Ja? Wat als ik ook mijn vingers gebruik? Komt-ie! Ha! Zet je schrap voor blauwe stippen, mensen. Nu nog mijn favoriete kleur.
Dat is het. Kijk, mam. Nou, is dit niet ongelofelijk? Maar laten we nog één truc proberen. Symmetrie kan zeker mooi zijn. En om te bewijzen dat het waar is, heb je het helemaal zelf gemaakt. Het is een prachtige vlinder. Deze lijn zal het echt tot leven laten komen, samen met de omtrek van de vleugels. Andere kant. Zo. Bewonder gewoon deze pure schoonheid. En dat is nog maar het begin, zoon. Klaar voor de les van vandaag. Het wordt de goeie. Ik kan niet wachten. Hier is het eerste woord. Ik wil dat je het opschrijft. Ga je gang. Dit wordt een eitje. Goed zo, concentreer je. Ik ben klaar. Wat vind je ervan? Wat is dat? Laten we dit nog eens proberen. Probeer de letter R. Oké, dat kan ik sowieso. Dat is de juiste houding. En? Ik wist dat lesgeven niet het beroep voor mij was. Wacht, die handig geplaatste kapstok brengt mij op een idee. Dit maakt alles makkelijker. Ik begin met het schrijven van de letter R en voeg daarna kleur toe. Vervolgens teken ik een mooie bloem, daarna een gezicht. En het lichaam. Dat ziet er goed uit, maar het heeft een beetje kleur nodig. Tekenles is veel beter dan spellen. Dit zou ik vaker moeten doen. Nu heb ik alleen wat regendruppels nodig. Denk je dat je de omtrek van de jas kunt tekenen? Wauw, ja, ik ga het proberen. Dit is zoveel makkelijker. Wow, dat is geweldig. Ziet u dit? Goed gedaan, ik wist dat je het kon. En dit is voor jou. Is dat alles wat je kunt? Huh? Wacht. Wacht maar, Jared. Het is tijd voor de les van vandaag, klas. Stop met die onzin nu meteen. Zullen we beginnen? Vandaag wil ik dat jullie een tekening maken. Oeh, leuk. Saai. Wat is Madison aan het doen? Ik kan niets bedenken. Kunst is echt zinloos. Ik denk dat ik beter iets kan doen. Er is zoveel verf om uit te kiezen. Oh, dit is zo frustrerend. Meen je dat? Ben je nu al klaar? Kom op, denk na. Ik weet het. Ik kan mijn ketting gebruiken. Ik heb een canvas geschilderd met witte verf. Ik leg de kettingen op verschillende posities en hoeken. Dan druppel ik gekleurde verf op het papier. Ik wissel het langs de randen af. Dan trek ik de ketting door deze metalen ring. Daardoor verplaatst de verf en creëer je een uniek patroon. Ik weet het, het is best vet. Je mag nu applaudisseren. Waar heb je het over? Wow, dat is zo cool. Maar mijn eenhoorn is mooier, dat weet u toch? Jared, het kleurgebruik, de emotie. Ik wist dat er een artistiek genie in je zat. Maar het is prima, Madison. Hier zijn jullie cijfers. Ik denk dat dit eerlijk is. Bravo, Jared. Bravo. Maar ik ben degene met talent. Nu niet meer. Bedankt, leraar. Bedankt. Wat duurt er zo lang? Kom op, schiet eens op. Ik kan hier niet de hele dag wachten. Ik moet er even door. Oeps, hier is een muur. Dat kribbelt. Ik hou van de tandarts. Jared, wees stil. Huh? Wat zei je? Oh, hou daarmee op. Kunnen we hier elke week komen? Jared, niet doen. Oh, wat is dit? Het is zo zacht en pluizig. Het is alsof je een enorme knuffel krijgt van een teddybeer. Oh ja, mooi. Niet zo snel, jongeman. Ga zitten. Geen kattenkwaad meer, begrepen? Laten we iets tekenen. Oeh, ik hou van tekenen. Let op, lieverd. Wow. Ik begin met het tekenen van kleine lijntjes op de pagina. Ik gebruik verschillende kleuren en teken ze in een cirkel. Nu voeg ik een zwarte stip toe op elk lijntje.
Vervolgens gebruik ik een dunnere pen en teken ik kleine lijntjes. Het lijkt op een groep mensen. Zo lijkt het net alsof ze elkaars hand vasthouden. Ik kan een potlood gebruiken om schaduwen toe te voegen. Over het potlood wrijven geeft een nog beter effect. Wat vind je? Best netjes, hè? Wauw, dat is zo gaaf! Nu is het jouw beurt, schat. Sorry voor het wachten. Ah, daar bent u, kom binnen. Oh, kun je me... Laat maar, ik moet gaan. Kom op, lieverd. Rustig aan, pap. Maar de wedstrijd. Het moet perfect zijn. Je bent zo getalenteerd, lieverd. Maar kom op, we moeten gaan. De klok tikt door. Zet me niet onder druk. Pap, wacht. Wow. Oh, nee, mijn kleine meid. Het komt goed, papa is hier. Nee, mijn tekening is verpest. Kijk nou. Ja, dat ziet er niet uit. En de wedstrijd dan? Hoe laat is het? Oh, even denken. Er moet iets zijn dat we kunnen doen. Ik weet het. Papa schiet hulp. Ik zal een tekening maken met beide pennen. Het wordt net een spiegelbeeld. Ik heb nooit geweten dat ik dit kon. Zo, ik ben klaar. Het is best goed, hè? Wow, ik vind het geweldig, papa. Ga nu naar binnen. Ik ben vlak achter je. Ik ben hier, ik ben hier. Wauw, ik kan het niet geloven. Ik wist dat je het kon, schat. En dat allemaal dankzij mijn geweldige talent. Het is tijd om mijn volgende meesterwerk te maken. Dat moet genoeg verf zijn. Nu ga ik het verspreiden. Hi, lieverd. Dat was een heerlijke douche. Ik moet even mijn haar drogen. Er gaat niets boven de wind die door mijn haren waait. Tja-la-la-la. Huh? Mama, wees voorzichtig. Ik zou een nieuwe look kunnen proberen. Hé, hey, pas op. Ik vind die hoed leuk. Oeh, dit ziet er goed uit. Nee! Mama, je hebt mijn schilderij verpest. Waarom zou je dat doen? Heb je een idee wat je gedaan hebt? Dat is beter. Dit is allemaal jouw schuld. Wat moet ik nu doen? Oh, lieverd, dat spijt me zo. Ik besef het niet. Maak je geen zorgen. Ik zal het goed maken. Ik heb misschien een idee. Bekijk dit eens. Ik giet acrylverf op een canvas. Ik giet het in een cirkel. En ik gebruik verschillende kleuren. Gebruik ik de föhn om het uit te smeren. Hierdoor ontstaat een golfpatroon. De verf zal mengen en iets speciaals creëren. Man, het is geweldig! Ik weet het, schat, maar het was niet gelukt zonder de föhn. Wauw, dit is zo slim. Ik ben geïnspireerd. Ik ga iets schilderen. Dat is de juiste mentaliteit. Niet zo snel, mam. Ik ga deze nodig hebben. Dat is oké. Ik denk dat het een bad hair day gaat worden. Deze cake is vast snel gebakken. Ik ga ondertussen even schoonmaken. Mama, mama, kijk. We moeten op vakantie gaan. Kijk eens naar dat gouden zand. Wat vind je ervan? Ik kan wel een vakantie gebruiken. Moet even één ding controleren. Ik ben een beetje blut. Ik bedoel, je moet vluchten meetellen, accommodatie. Nee, dat gaat niet gebeuren, Jared. Oh, het is zo oneerlijk. Het is prima. Ik zou me gewoon voorstellen dat ik op een tropisch eiland ben. Het spijt me, schat. Ik heb iets voor je. Misschien vrolijk dit je op. Kijk dit eens. Het is een schelp van het strand. Wacht, het is mooi. Maar je gaat me niet omkopen met een schelp. Ik dacht dat dat zou werken. Wat moet ik nu doen? Er moet iets zijn. Wacht even. Misschien kan ik deze aluminiumfolie gebruiken. Ik doe verf op een doek en kneed de folie samen. Ik dep de folie op de verf. Dit zal het samenmengen en geeft een gestructureerd effect.
Dan kan ik wat meer details toevoegen, zoals deze schelpen. Het is net alsof je op het strand bent. Ik kan de golven bijna horen tegen de kust. Jared, kijk eens. Kijk hier eens naar. Het is vrij rustig, hè? Wauw, het zorgt ervoor dat ik aan mijn kleurtje wil werken, zegt Superman. Maar het is toch geen echte vakantie. Wacht, ik heb een ander idee. Er moet een to-go-bord bij. En nu wachten we af. Ah, een goedgelovige, ik bedoel gewillige klant. Wat is er net gebeurd? We zijn rijk. Dat betekent dat we... OMG, dit is de beste dag ooit. Je bent de beste, mam. Wacht op mij. We moeten beginnen met schilderen als we thuiskomen. Ik ben onze volgende vakantie al aan het plannen. Ah,